Wat verbindt de bisschop met de koningin en de volkszanger? Waarom raakt deze zoon van Brabant zoveel mensen in het hart? Prachtige begraafplaats, hè? Daar is het graf van bisschop Beckers. Niemand leeft voor zichzelf. Het schijnt echt een bedevaartsoord geweest te zijn. Ach, lieve monsignor Beckers, u zult nooit vergeten worden. Dank voor alles wat u heeft betekend, vooral voor de Brabantse mensen. Dank voor uw moed, een Brabantse moeder. Die bisschop Beckers wordt nog steeds bewonderd. Maar mijn grote bedoeling is eigenlijk niet om publiciteit, maar om tot de mensen me te kunnen wenden. Met de mensen te kunnen praten. Van welk geloof of welke kerk dat ze ook zijn, elkaar te ontmoeten.